Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Welkom bij de zesde oefening op de wet van Ohm. In deze oefening hebben we een circuit met een voeding van 8,4 volt en een weerstand van 140 ohm. De voeding van 8,4 volt zet dus een spanning van 8,4 volt over die weerstand van 140 ohm. We hebben dus gegeven dat de spanning V1 ook over de weerstand staat. Die spanning is 8,4 volt. De weerstand zelf, R1, is 140 ohm. En de grootheid die dan overblijft om te bepalen, is natuurlijk de stroom. Hoe beginnen we er weer aan met de formule van de wet van Ohm? U is I maal R. En de formule kunnen we dan omzetten. En om I te bepalen, verplaatsen we die R onderaan hier bij de U. Is U deel door R. De oplossing wordt dan I is spanning over weerstand 1 deel door de grootte van weerstand 1 zelf. Dus dan krijgen wij 8,4 volt deel door 140 ohm. En dat komt dan uit op 0,06 ampère of beter 60 milliampère. De stroom die dat bron levert en dus ook door R1 gaat, is dus gelijk aan 60 milliampère.